Welkom bij Goendoen TV, aflevering 198. Straks het programma van Funpop. Maar nu eerst een wat zei degene nou? Kom erin! Nog één trap. Hey Loes, heb je hier wat aan? Hey Sarah. Ja, dan, maar dat gaat toch niet met de trap? We hebben toch een lift? Hey, goed idee. Zijn meer werkjes die naar Rome leiden? Huh? Wat zijn die geen nou? Alle wegen leiden naar Rome. De uitdrukking komt uit de tijd van de Romeinen en is dus al 2000 jaar oud. Het Romeinse Rijk was enorm groot en bestond uit dorpen en steden rond de Middellandse Zee. Het Romeinse Rijk was op het hoogtepunt ongeveer 6 miljoen vierkante kilometer groot en telde 120 miljoen inwoners. Het Romeinse Rijk bestond uit delen van Europa, Afrika en Azië met als middelpunt de stad Rome. De Romeinen waren in een heleboel dingen goed, maar vooral in bouwen. Om al hun dorpen en steden met elkaar te verbinden, bouwden de Romeinen verharde wegen. Ze waren de eerste op de wereld die dit deden en bouwden in totaal tussen de 80.000 en 120.000 kilometer aan wegen. Dit was niet alleen handig voor het verplaatsen en bevoorrading, maar ook handig voor het leger. Die konden zo makkelijk in alle uithoeken van het Romeinse Rijk komen als er ergens een opstand uitbrak. Alle wegen waren verbonden met de stad Rome en leidden naar Rome dus. Maar is dat nu nog steeds zo? Experts hebben met slimme berekeningen uitgezocht dat er in Europa ruim 486.000 wegen naar Rome leiden. En ja, dat zijn ze bijna allemaal. En zelfs in de rest van de wereld leiden bijna alle wegen naar Rome. Maar goed, er zit wel een klein addertje onder het gras. Er zijn in de wereld meerdere steden die Rome of Roma heten. Dus ook voor deze onderzoekers geldt, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Hocus pocus, Pilatus, pas. Ik wou dat Funpop weer terug was. Nog een keer. Hocus pocus, Pilatus, pas. Ik wou dat Funpop weer terug was. Hè? Weer niet gelukt. Wat ben jij nou aan het doen? Ja. Ik probeer Funpop terug te toveren. Dat is toch al lang geregeld? Ja. Oh ja? Ja. Ja. En wie komen er dan allemaal? Jan Smit heb ik gehoord. Zadia Superstar. Mag Hoogkamer heb ik gehoord. Fleming. Frans Duits. René Kars. Eigenlijk veel meer. En nog veel meer. Kijk maar op funpop.nl. Ja. Dan kun je zien welke artiesten er nog meer komen. Er is nog veel meer te doen. Oh ja? Wat dan? Je kunt op springkussen, je kunt op de carousel. Er is een disco op Funpop. En mini-theaters. Oh. Van de Kniffels natuurlijk. Oh. En een camping. En nog veel meer. Dus alles is al geregeld? Ja. Ja, alles is al geregeld, ja. Nou, op 20 en 21 en 22 mei zal Funpop dus hier plaatsvinden. Tot op Funpop! Tot op Funpop! Tot op Funpop, allemaal. We'll be right back.
Dit was Gewoon Doen TV voor deze week. Kijken jullie de volgende week weer? Gewoon doen!